kijk naar Nova, maar eerst naar Jeroen Overbeek. Met het NOS-journaal van 10 uur en daarin. De publieke omroep ziet concurrentie groeien na deal 10 RTL. CIA hangt vuile was buiten. En TU Delft ontwikkelt nieuw hitteschild voor NASA. Goedenavond. John de Mol stopt met zijn tv-zender 10. RTL Nederland neemt veel programma's over en ook de voetbalrechten. Maar voor 100 personeelsleden van 10 is er geen plaats meer. Het akkoord tussen RTL en de Mol moet nog wel worden goedgekeurd door de Nederlandse mededingingsautoriteit. De Nederlandse publieke omroep spreekt van een sterkere concurrentie. De belangrijkste feiten van de overeenkomst op een rijtje. Talpa Media krijgt een aandeel van 26,3% in RTL Nederland. Er komt een einde aan tv-zender 10. Er gaan waarschijnlijk 100 arbeidsplaatsen verloren. Voor de ontslagen werknemers komt een sociaal plan. RTL neemt radiozender 538 over. Ook neemt RTL een aantal televisieprogramma's over. De voetbalwedstrijden gaan naar RTL 4 en RTL 7. Bestuursvoorzitter van RTL Nederland, Fons van Westerlo, reageerde verheugd op de overeenkomst. Het betekent denk ik dat een zender als RTL 4, die natuurlijk toch een behoorlijk deel van het voetbal in ieder geval voor een tijdje zal krijgen, toch een zender wordt die weer een beetje het nationale gevoel krijgt met de Eredivisie en het Nederlands elftal. De concurrentie wordt wat sterker, want de programma's die overgaan naar RTL zullen ertoe leiden dat RTL sterker wordt en die programma's zelf het ook beter gaan doen, want ze zitten in een betere omgeving. Maar het is ook niet zo dat er bij ons grote verschuivingen gaan plaatsvinden, aardverschuivingen. Dus wij zullen verwachten dat het effect beperkt is. John de Mol investeerde honderden miljoenen in zijn televisie- en radiozenders, maar ziet daar op dit moment niets van terug in zijn portemonnee. Hij neemt zijn verlies en kiest voor een substantieel belang in RTL. RTL dat nu een commerciële superomroep lijkt te gaan worden. Met niet alleen een zeer breed aanbod familieamusement, maar ook het voetbal, het oranje voetbal en de keuze uit 10 tientallen sterpresentatoren. En RTL wordt daarmee een nog grotere, sterkere concurrent voor de publieke omroep. Het worden de familiegeheimen van de CIA genoemd. Een archief van bijna 700 bladzijden waarin alle illegale activiteiten uit de beginjaren van de Amerikaanse inlichtingendienst zijn samengevat. Zo geheim dat ze maar door een handjevol spionnen mochten worden ingezien. Tot nu, want vandaag slingerde de CIA haar vuile was op het internet. En nu geen verrassingen meer, moet directeur Schlesinger van de CIA hebben gedacht nadat bleek dat de spionagedienst zijdelings betrokken was bij het Watergate-schandaal. Hij wilde alles boven tafel krijgen wat niet door de beugel kon. Strikt geheim uiteraard. Het resultaat was een enorme waslijst met alles wat de CIA van de jaren 50 tot de jaren 70 illegaal had gedaan. Handgeschreven briefjes, getypte verslagen en bonnetjes. Hier en daar zijn stukken wit gemaakt, gecensureerd. Al het leesbare gaat over operaties uit de jaren 60 en 70 die het daglicht niet konden verdragen. Zo hield de CIA de anti-Vietnambeweging uit de jaren 60 nauwlettend in de gaten, hoewel de inlichtingendienst helemaal geen Amerikaanse burgers mag volgen. Ook journalisten werden afgeluisterd om achter hun bronnen te komen. De post naar China en Rusland werd opengemaakt en ook brieven van actrice en activiste Jane Fonda werden opengestoomd. De papieren geven een blik op de plannen van de CIA om samen met de maffia Fidel Castro uit de weg te ruimen. Het plan om Castro met gifpillen om te brengen is na een handvol pogingen afgeblazen. Veel van de duistere praktijken van de CIA waren in de loop der jaren al uitgelekt. Toch zullen onderzoekers elk van de 693 pagina's afspeuren naar nieuwe informatie. Het is een lange lijst van operaties. Ze zijn genummerd. Op nummer 2 staan de aanslagplannen rond Castro. En op nummer 1... De CIA heeft dus niet al zijn geheime prijs gegeven. De militaire vakbonden zijn tegen verlenging van de missie in Uruzgan. Ze vinden dat de Nederlandse krijgsmacht daar onvoldoende mensen en middelen voor heeft. De bonden vertegenwoordigen 90% van al het defensiepersoneel.
De Nederlandse missie in Uruzgan zou oorspronkelijk tot augustus 2008 duren. Maar inmiddels wordt er gepraat over verlenging. Tegen de zin van de bonden. Het materieel slijt in het stoffige Uruzgan veel sneller dan gewoonlijk. Vooral aan technische specialisten zoals monteurs is daardoor een grote behoefte. Zo groot dat ze vaker worden uitgezonden dan volgens de bonden wenselijk is. Voor de AFNP weegt ook mee dat de missie een ander karakter heeft dan vooraf werd verwacht. Als het aan de PvdA ligt, is de kans groot dat de Nederlandse kiezer zich in een referendum mag uitspreken over een nieuw Europees verdrag. Fractievoorzitter Tichelaar heeft dat gezegd. En met de PvdA is er een meerderheid in de Kamer. Door die opstelling dreigt er een conflict in de coalitie. Want het CDA en de ChristenUnie zijn falikant tegen een referendum. De verwachting is dat de EU-landen eind dit jaar overeenstemming bereiken over een nieuw verdrag. En Tony Blair had vandaag zijn laatste werkdag als premier van Groot-Brittannië. En zijn laatste buitenlandse gast was de gouverneur van Californië, Arnold Schwarzenegger. Morgen neemt partijgenoot Gordon Brown het stokje van hem over. Wat Blair na zijn premierschap gaat doen, dat is nog niet duidelijk. Maar hij wordt genoemd als internationale bemiddelaar voor het Midden-Oosten. De Technische Universiteit in Delft helpt mee om een nieuw ruimteschip te ontwikkelen. Het gaat om een hitteschild voor een capsule waarmee de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA over een paar jaar weer naar de maan wil vliegen. De TU Delft heeft als enige Europese universiteit een speciale windtunnel waarin een model van de nieuwe capsule kan worden getest. En wat NASA wil weten is wat gebeurt er met de hitteschild aan de achterkant van de capsule. De TU Delft test een nieuw hitteschild dat te hoge temperaturen moet voorkomen als de capsule door de dampkring gaat. 4 jaar geleden ging het nog dramatisch mis met de Space Shuttle Columbia, die bij terugkeer in de dampkring ontplofte omdat het hitteschild beschadigd was. 3, 2, 1. De NASA stopt over een paar jaar met het gebruik van de dure Space Shuttles en heeft de TU Delft gevraagd een nieuw hitteschild te ontwikkelen. De nieuwe ruimtecapsule lijkt een beetje op de Apollo, die onder andere gebruikt werd om in 1969 naar de maan te vliegen. Dit is het reisdoel. Het hitteschild moet nu alleen veel kleiner worden om zo brandstof te besparen. Door deze testen weten we nu hoe heet het in de achterkant van de capsule. Daarom kunnen we misschien een kleiner hitteschild voorstellen zonder dat veiligheid in gevaar komt. De NASA wil over 1 jaar of 5 weer landen op de maan. De TU Delft heeft dus nog even de tijd om de nieuwe capsule te testen. In het midden en zuiden van Europa zijn tientallen doden gevallen als gevolg van de extreme hitte. En ook in Engeland vielen slachtoffers, maar daar juist door storm en overstromingen. Het noorden en midden van Engeland zijn zwaar getroffen. Tientallen mensen kwamen vast te zitten in ondergelopen steden. Het noodweer heeft 3 mensen het leven gekost. Een jonge en een oudere man werden weggespoeld en een man verdronk omdat hij klem zat in een afvoerput. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Bij Sheffield is het nog steeds spannend. Daar dreigt een dijk door te breken. Midden-Europa, Roemenië, zucht juist onder een hittegolf. Dat leidt tot kleine ongemakken en groot leed. Meer dan 20 Roemenen zijn de afgelopen week gestorven door de hitte. Het zijn vooral de ouderen die risico's lopen in de temperaturen van meer dan 40 graden. Op veel plaatsen krijgen ze hulp. In Griekenland is het nog een graadje erger. Het werd zo warm dat elektriciteitsmasten het begaven. 46 graden werd het. 5 mensen zijn de afgelopen dagen bezweken. Maar sommigen weten van geen wijken. Vergelijkbare temperaturen in Italië. Vooral op Sicilië ontstonden bosbranden. Los van de branden was het volgens boeren zo heet dat de citrusvruchten kookten aan de bomen. Na een onstuimige dag wordt het vannacht wat rustiger weer. Hoewel, in het noorden, daar blijft het nog lang hard waaien. Windkracht 7. En na verloop van tijd draait de wind ook wat meer naar het westen toe. Temperaturen gaat of 10. Dan morgen nog steeds wisselvallig weer. Een paar buien zullen er vallen. Ook af en toe een beetje zon. De wind die draait wat bij naar het zuidwesten en later naar het zuiden. En die neemt wat af. Morgenavond gaat het trouwens vanuit het westen regenen.
En dan daarna blijft het wisselvallig. Elke dag wel een bui. Temperaturen die lopen langzaam wat op. Maar zo tegen het weekend komen we toch weer op een graad of 20 uit. En dat is ongeveer normaal. 19 graden overdag is normaal. Lange termijn ziet u dat die temperaturen toch echt wel weer wat op een beetje hoger niveau komen te liggen. Maar de neerslag daar verandert weinig aan. Misschien zaterdag tijdelijk wat droger. Maar voor de rest blijft het wisselvallig. En dat was het Snoeier Nova met Gledy Polak. Straks in het Journaal op 3 hoe werkgevers en werknemers overgewicht op de werkvloer willen aanpakken. Er moet bijvoorbeeld veel meer tafeltennis worden. Om 10:30 ziet u dat. En direct daarna is er het NOS Sportjournaal. Prettige avond. Dames en heren, goedenavond. Straks is er een sportjournaal op Nederland 3 met zeilen om de America's Cup. Voetbal om de Copa America en tennis vanuit Londen. Het was Hollanddag op Wimbledon. Timo de Bakker maakte zijn debuut op een Grand Slam. En Michaela Krajicek kon voor het eerst de tweede ronde halen op Wimbledon. Ze was er nog één set van verwijderd. De Engelsen waren daar niet in geïnteresseerd. Ze stonden op Henman Hill met maar één reden. Tim Henman naar de overwinning schreeuwen. We zijn er straks om 10:55 op Nederland 3. Zo dadelijk in Nova. Na maanden onderhandelen zijn Talpa en RTL eruit. 10 gaat formeel dicht en dan wordt er een nieuwe zender opgericht. John de Mol ligt in onze studio zijn beslissing toe. Nova, meteen naar de ster.